Ja, alle twee die oefeningen. 24, 25. Merk soms dat het moeilijk is om mijn leerlingen in te schatten omdat ze zich voelen of dat ze gemotiveerd zijn. En dan kom je soms niet verder dan, ja, alles is oké, meneer, of nee, het is niet oké. En daarom ben ik de motivatiemeter beginnen gebruiken. Een eenvoudige tool waarin de leerlingen aan de hand van een wijzer of een kleurencode aanduiden hoe ze zich voelen die dag. Er komen naast de kleurencode ook verschillende vraagjes bij. Is de opdracht duidelijk? Vind ik het leuk? Vind ik het interessant? Interesseert het mij niet? En dan heb je een aanknopingspunt om dat gesprek op gang te brengen. Interesseer je dan niet de wereld? Niet zoveel? Ja. Het is niet bedoeld dat we daarover oordelen, maar gewoon eens luisteren. Hoe komt het? Waarom? Wat zou je anders willen doen eventueel? Daarnaast kan ik al een keer uitleggen waarom dat wel belangrijk is dat we dat goed uitvoeren. Je weet Brazilië en zo. Je interesseert je gewoon van een FIFA of zo, van de spelletjes. Ja. Soms verschiet je ervan dat leerlingen zeer geboeid zijn door iets wat je niet verwacht had, omdat ze het niet altijd tonen. Het levert ook voor mij soms wel leuke informatie of tips op die ze zeggen, we hebben dat ooit keer gedaan, dat was plezant, zouden we niet zoiets kunnen doen? En op die manier leer je leerlingen ook beter kennen. En dat is wel heel plezant.